De Samuel School heeft vandaag haar schooltuin heropend. De tuin is het afstudeerproject van Samantha Bouterse, die zelf ook leerkracht is op deze school voor kinderen met gedragsproblemen en leerachterstanden. Met het afstudeerproject voltooit Bouterse haar studie aan de Vanguard College en verkrijgt ze de graad Bachelor of Education in bijzonder onderwijs. De schooltuin die zij heeft aangelegd is voorzien van plantenbakken voor het planten van bloemen. Daarnaast heeft Bouterse in samenwerking met Helmond Proeven, die belast is met het schooltuinenproject van het kabinet van de president, een hydroponic systeem aangelegd voor het planten van groenten. De kinderen kunnen dus niet elke keer in de klas bezig zijn. Dus heb ik ervoor gekozen om iets te zoeken waarbij ze ook buiten bezig kunnen zijn. Maar het is tegelijkertijd dus ook onderwijs, omdat we tuinonderwijs hebben op onze rooster. Sowieso kunnen ze los van in de klas de hele tijd intensief bezig zijn, kunnen ze buiten ook iets gaan doen. Ze leren dus op een hele goede manier onbespoten groenten te planten en te oosten. En ze kunnen het verschil zien tussen oude manier planten en de nieuwe manier planten. Dus planten in plantenbakken en het hydroponic systeem. Als ze ouder worden en als ze vinden dat ze eventueel groenten willen gaan telen en of sierplanten willen gaan planten, dan kunnen ze leren wat ze dus alles wat ze nodig hebben om daar verder te gaan. Bouterse zegt verder dat de kinderen reeds bezig zijn geweest in de tuin. De groenten waarmee ze wil beginnen zijn onder andere taierblad, amsoi, boulanger en peper. Zowel de jongens als de meisjes zijn volgens de afgestudeerden enthousiast om in de tuin bezig te zijn. Ook de schoolleider Richenie van Trouw is ingenomen met het project. Spontaan bezig zijn in de tuin. Ze waren constant bezig. De reacties waren heel erg goed. Ik had niet eens verwacht dat ze zo enthousiast zouden zijn om in de tuin te komen werken. Het is heel goed voor de leerlingen. Onze kinderen zijn van het speciaal onderwijs. Het was ik al zei, ze kunnen niet altijd in de klas blijven om hun lessen te volgen, rekenen en taal. Ze hebben dit ook nodig waar ze echt in de praktijk kunnen werken. Als je rekenen doet, toch hebben die kinderen dan te maken met hun hersenen, weet je wel. Dat is cognitief en zo. Maar de tuin, daar heb je eigenlijk niet zoveel nodig. Ze hoeven niet te berekenen, weet je wel. Ze hoeven niet te berekenen, ze gaan gewoon werken, planten. En ze hebben dan ze zijn altijd enthousiast als ze buiten de les moeten volgen. Richenie van Trouw, schoolleider van de Samuel School. Samantha Bouterse, leerkracht op de school en student aan de Vanguard College, heeft gemeend de heropening van de tuin als afstudeerproject te kiezen. De tuin is voorzien van zowel plantenbakken als een hydroponic systeem. De Samuel School staat aan de Johan Bodegravenlaan.